Vandaag zijn we in de rotte gemeente in Friesland. Dit is de enige plek ter wereld waar de grote vuurvlinder voorkomt. Ja, echt super bijzonder. De grote vuurvlinder die komt alleen in 3 gebieden voor in Nederland. Dat is de Weerribben, de Wieden en dus de rotte gemeente. De grote vuurvlinder behoort tot de familie van de blauwtjes en is goed te determineren. Vooral op mannetjes herkenbaar, want de bovenkant van de vleugels is oranje-rood, terwijl de onderkant blauw-grijs is. In Nederland vind je de ondersoort Batava, die nergens anders ter wereld is voorkomt. Waarom de grote vuurvlinder alleen in deze gebieden voorkomt en nergens anders ter wereld, weten we niet. Er is in het verleden wel geprobeerd om ze ook in andere gebieden uit te zetten, waar de omstandigheden vergelijkbaar zijn in dit gebied. Helaas heeft dit weinig succes gehad. Ja, momenteel gaat het dus niet heel goed met de grote vuurvlinder. Hij staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. En om deze reden doet de Vlinderstichting dus ook onderzoek naar de grote vuurvlinder. Wij gaan vandaag daarom met 3 vrijwilligers het veld in voor een telling. Deze tellingen worden elk jaar rond de periode juli en augustus uitgevoerd. De eitjes en de rupsjes van de grote vuurvlinder worden geteld, maar deze zijn heel klein, dus je moet goed zoeken. 3 eitjes, yes! Leuk hoor! Super kleine eitjes dus. Maar gelukkig weten de vrijwilligers waar ze moeten zoeken. De grote vuurvlinder legt zijn eitjes namelijk alleen op de waterzuring. Dit is een plant die in bepaalde gebieden langs de rand van het water voorkomt. Dit is zo'n waterzuring? Ja. Ja. Deze. En jullie tellen alleen de eitjes of alleen ook de... wel de vlinder zelf? Ja, die zien die, maar die zie je niet zomaar, maar die waren ook geteld, hè? Maar ik had er hier nog 10. 10 stuks? Ja. De tellingen worden ingevoerd op de website via de mobiele telefoon. En zo worden alle gegevens op één plek verzameld. Met deze gegevens krijgen we een beeld van hoe het met de vlinder gaat en wat zijn leefgebied is. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat de vlinder eerst ook in het gebied van de Wieden voorkwam, maar dat hij de laatste jaren hier al niet meer is geteld. En dit soort informatie is belangrijk voor de bescherming van de soort. Ons werk voor vandaag zit er weer op. Zit jij nu te kijken en denk je, ik wil meer weten over deze of andere vlinders? Kijk dan op vlinderstichting.nl. Ja, hier kun je meer informatie vinden over vlinders in Nederland en over hoe jij lid kan worden om bij te dragen aan de bescherming van deze vlinders.